Ik wil mijn HAVO-diploma halen en dat gaat dit jaar gebeuren ook. Super gemotiveerd en we gaan ervoor. Het ging niet zo goed op mijn oude school en ik wilde gewoon een nieuwe start, een nieuwe omgeving. Ik ben gaan googlen en ik kwam bij het volwassenenonderwijs terecht. Mail op dagje gedaan. En toen merkte ik al direct de motivatie van de docenten en dat trok me gewoon heel erg. VAVO staat voor voortgezet algemeen volwassen onderwijs. Een soort tweede kans onderwijs voor studenten die gestopt zijn op een opleiding vanwege medische redenen of andere redenen. Of gezakt zijn op de HAVO, VWO, MAVO en dan hier het volledige diploma komen behalen. Hiervoor heb ik mijn MAVO-diploma gehaald, maar ik wilde toch wel heel graag doorstromen naar het HBO. En daarom heb ik de keuze gemaakt om alsnog mijn HAVO-diploma te gaan halen op VAVO. Omdat het ook met flexibele tijden is. En ja, dat kon ik ernaast ook nog mijn werk blijven doen en dat beviel me wel heel erg. Hier wordt alles in de klas uitgelegd, alles wat je moet weten. Je huiswerk maak je eigenlijk hier in de klas. En thuis ga je eigenlijk doorstuderen. Ik heb al mijn vakken in delen gedaan. Ik heb het eerste jaar 4 vakken gedaan, het tweede jaar 5 vakken en dit jaar doe ik 2 vakken. Ik hoop in mei mijn diploma te behalen. Je doet je eigen werk, je moet er zelf voor zorgen als er vragen zijn. Docenten zijn er super gemotiveerd om je te helpen. Ik heb hiervoor ook les gegeven op het voortgezet onderwijs. Het grote verschil met VAVO is wel dat de groepen hier veel kleiner zijn. En dan, ja, dan is de sfeer toch heel direct met leerlingen. Je kan één op één kun je dingen gewoon uitleggen. Of in kleine groepjes van 2 of 3. Ik vind het hier eigenlijk erg aangenaam. De sfeer is prettig, de docenten benaderen je heel volwassen. De leerlingen kan ik het goed mee vinden. En ook de lesstof sluit goed aan. Dus ja, ik ben hier wel op mijn plek. Iedereen is super gemotiveerd, want iedereen zit hier voor zijn laatste, ja, dat is de laatste kans. Dus iedereen moet gewoon zijn diploma halen. Iedereen wil met elkaar omgaan, iedereen wil elkaar supporten. Wil je lekker met rust gelaten worden, nou, dan doe je lekker je eigen weg. We zeggen ook van, het is jullie ding, jullie moeten het doen. Wij zijn er voor jullie, we lopen hard voor jullie, we lopen hard met jullie mee. En als jullie een keer wat vertragen, probeer je weer te duwen. En wij blijven hard lopen, heel het jaar, als docententeam. Na mijn opleiding op VAVO wil ik heel graag journalistiek gaan studeren. Ik hoop dat ik hiervoor word aangenomen in Utrecht of Tilburg. Voordat ik door ga studeren, ga ik eerst een mooie reis maken naar Australië. Als ik terug moet van Australië, ga ik aan de studie International Law en European Law beginnen in Den Haag. En als ik mijn propedeuse heb gehaald, dan wil ik de universitaire richting op.